Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is JiaNan Schraven en vandaag gaan we verder op de Hungaroring in Hongarije, aflevering nummer 10. Maar heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en dan zul je die video bescheiden. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen, abonneren vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Hebben niet genoeg geld om wat aan de faciliteiten te kunnen doen. Wel hebben wij veel resourcepunten binnengeharkt, dus updates komen eraan. 2 zelfs. Stoer. En sommige bestellen wij nu alvast voor de zomerstop. Staan nog steeds wel achteraan. Dus ja, ik verwacht dat dit een moeilijke wedstrijd gaat worden. Goed verhaal. Hungaroring, een circuit waar je niet zo snel kan inhalen. Dus ja, het belooft een pittige, saaie race. Geweldig! Kijken wat we nog anders kunnen gaan upgraden. En gaan ook wat componenten vervangen. We hoeven nog geen gridstraf te pakken, maar moeten daar wel aan het einde van het seizoen rekening mee zien te houden. Maar dan is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 10. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Het belooft droog te gaan worden. Ik verwacht hier gewoon niet dat we door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. De auto is gewoon nog fucking slecht. Dus ja, dan krijg je dit. Aanremmen eerste bocht lukt goed. DRS gedeelte weer hier dus op het circuit. Kom aan bij de laatste paar bochten. Hier een klein beetje overstuur en onderstuur. Laatste bocht ook flink wat onderstuur te pakken. DRS weer geopend en dan zetten wij een tijd neer die goed genoeg is voor een P6. En gelijk een P7. Want Magnussen is als snelste over het hele circuit gegaan. En dan komen we aan bij het laatste... ja, de laatste minuten eigenlijk van de kwalificatie. Ongeveer 2 minuten nog op de klok. En gaan proberen misschien ons te verbeteren. Maar je weet het maar nooit. Komen aan bij start-finish. We zijn 3 tienden onder onze eigen tijd gedoken. En dat is goed genoeg voor een P21. Kon veel beter. Dan is daar dan de uitslag van de eerste kwalificatiedeel met Charles Leclerc naar de snelste tijd Verstappen op P2, Sainz op P3. En wij helaas terugverwezen naar de laatste plek. Dat is jammer. Dus de race wordt een hele lastige. Poortje op P20. Dit is niet goed, maar goed, we kunnen hier niks aan doen. Op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 10. It's race day in Budapest as we get ready for another round of Formula 1 action. We don't expect too many retirements in this circuit. There are plenty of current and former drivers with flawless finish rates here. In particular, Ralf Schumacher, who made it across the line in all 10 of his Hungarian Grand Prix starts. Located 12 miles northeast of the Hungarian capital Budapest, the 14 corners of the Hungaroring are steeped in history and prestige. Overtaking has always been difficult on this technical 2.7 mile track, but the last few years in particular have turned up some exceptional races. So let's hope we're in for another one here today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. It's Carlos Sainz in pole position, and starting next to them is George Russell. Considering the rest of the grid we have Norris, Verstappen, Sergio Perez, and Bottas. Mick Schumacher, Fernando Alonso, Leclerc, and Guanyu Zhou. Ocon, Vettel, Alex Albon, and Hamilton. Gasly, Stroll, Théo Pourchaire, and the Professor. Tsunoda, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi, Ricciardo, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. Let's start with Alfa Romeo. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed to the performances we've seen. Nou goed, dan zijn we aanbeland bij de grid voor aflevering nummer 10 in Hongarije. Bewolkt, geen regen voorspeld, dus dat is goed om te zien. En ja, de strategie is denk ik gewoon medium hard. Nemen gewoon extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Hopelijk dan de rest van het veld, maar de auto is nog steeds niet optimaal. Jazeker, medium hard. Een eenstopper. En dan is het op voor de Formation Lab. Staat er hier als P18, omdat een aantal jongens gridstraffen hebben gepakt. De versnellingsbak is wel wat beschadigd, dus dat merk je ook dat de gears niet helemaal door willen schakelen. Dus dat is wel jammer. Daardoor verliezen wij wat topsnelheid van de Honda motor. En ja, dan zit de Formation Lab erop. We gaan ons zometeen voorbereiden voor de race. En dan is het 35 rondes lang overleven. Sowieso. Dan rollen we naar de grid toe. Jazeker, staan er perfect in. En dan gaan we ons voorbereiden voor de race hier in Hongarije. Aflevering nummer 10 is onderweg. En we komen prima weg. Jazeker, Poortje wat minder weg. Stroll gaat wat verdedigen. Wij kunnen er niet langs. De Energy Store heeft wat problemen. Kijken naar de buitenkant. Van Gasly. Lukt dat? Jazeker. Dat is P16. Stroll zit aan mijn buitenkant. Ook Albon kunnen we te grazen nemen. Vettel raken wij per ongeluk. Maar dat is P14. Aan de buitenkant van Vettel. Jazeker. En het is P13. Hamilton heeft het aan de stok. Met Alonso. Die twee gaan daar wat langzaam door die bocht. Wij moeten gaan verdedigen van Vettel. Ook Hamilton doet hetzelfde van Alonso. En die twee zijn nog steeds zij aan zij. Kunnen hier helaas nergens langs. En Carlos Sainz heeft dit als snelste raceronde met een 1:24.2. Dat gaat naar Stroll, is inmiddels 1,1 seconde. Alonso en Ocon knokken nu voor P11. En Albon heeft Lance Stroll te grazen genomen voor P14. En dan is Albon naar ons toegereden. En Albon kijkt naar de buitenkant. Wij verdedigen die positie. Albon hier dan achterlangs kruisen. Weer naar de buitenkant. Lukt ook niet, want wij duwen hem daar mooi wijd. Hij kan er niet voorbij. Daardoor is het gat naar Ocon vergroot. Hout heeft inmiddels lekker zin om te kraken. Leuk. Heel fijn. Ricciardo niet er voorbij. Probeert het wel. Vettel op P15. En dan zitten we in ronde nummer 9 van de wedstrijd alweer. Als Ricciardo het dit keer aan de buitenkant probeert. En dan hier naar de binnenkant terugkruisen. Jazeker, dat doet hij goed. Ricciardo naar P13. Wij pakken Ricciardo daar terug. En gaan daar wijd. Hoeven die plek niet terug te geven. Opmerkelijk. En het is nog steeds P13. Dan zitten we in ronde nummer 11. Als Ricciardo het daar aan de buitenkant probeert. Wielbengen. En dat is mislukt. Want Ricciardo moet weer opnieuw een aanval gaan doen. Wij dus nog steeds op P13. Geen punten. En Ocon is al weggereden. 30 seconden voorsprong. Dat betekent dat wij alleen maar naar achteren moeten gaan kijken. De auto is gewoon nog niet goed genoeg om voorin te kunnen strijden, helaas. Oh, Ricciardo maakt een klein foutje. Ricciardo maakt een foutje daar. En Vettel heeft ervan kunnen profiteren. Daar zit dan Ricciardo aan de binnenkant. Maar kan er niet voorbij. Houden het zo lang mogelijk vol. En rijden alweer in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Dan heeft Ricciardo hier zometeen DRS, maar verprutst daar zijn exit. Vettel voorbij aan Daniel Ricciardo. Wij houden het nog een ronde langer vol. En Albon en Vettel knokken om die positie. Ricciardo valt verder en verder terug. Daar zit dan Ricciardo nog steeds te kijken. Lukt ook niet in de ronde nummer 14. Dan naar de buitenkant. Hij zit er wel. Hij zit er wel. Jazeker. Maar hier is het dan even krapjes. En dat is nog steeds P13. Dan duiken wij naar binnen in ronde nummer 16 voor P14, P15 ongeveer. En vallen zometeen wel terug. Hoop ik dat de pitstop goed gaat. Want in Silverstone was die gewoon belachelijk slecht. Ja, en krijgen dit weer. Dankjewel team. Sorry, maat. Echt. Jullie kunnen helemaal niks. Wat een pauper team heb ik. En daar val ik gelijk Albon aan. Alleen dat heeft ervoor gezorgd dat wij nu blauwe vlaggen krijgen van George Russell. Die de wedstrijd leidt. En moeten hem daar voorbij. Maar Russell, die blokkeert. Russell blokkeert en mijn stem die slaat helemaal over. Goedemorgen, wat is er met mijn stem aan de hand? Geen flauw idee, maar we moeten onze rust bewaren. Sainz naar de leiding. En Russell er dit keer wel voorbij. In ronde nummer 18 is het geel. En nu weer groen. We kunnen weer verder. Er is iemand stilgestaan, maar die kan weer door. En Gasly zit te slapen. Gasly zit te slapen. En wij vallen hem daar mooi aan. Wielen haken daar een klein beetje in elkaar. Maar dat is P18. We kopen er helemaal niks voor. Gele vlag. En weer groen. Vettel is de volgende. Hebben DRS. Maar Albon kan kijken bij ons. Hebben ook nauwelijks DRS meer over. Wat kunnen wij bij Sebastian Vettel doen? We zitten in ronde nummer 21 alweer. Als daar Gasly het probeerde. Magnussen kan profiteren. We rijden nog steeds op een P18 rond. En volgens mij leidt Charles Leclerc of Carlos Sainz de wedstrijd. Een McLaren-rijder rijdt op P2 volgens mij. En dan zitten we in ronde nummer 22 alweer. En daar valt Kevin Magnussen ons aan de buitenkant. Maar dat lukt niet. Hier terugkruisen. Wij schieten hier een klein beetje wijd. Magnussen aan de buitenkant. Lukt ook niet, want hij blokkeert daar zijn band. En wij behouden die positie. Dan zitten we in ronde nummer 23 van de wedstrijd. Als het daar geel is. Het is geel. Er is iets gebeurd. En volgens mij was daar iemand zijn auto kwijt. Maar is hij op pad? Nee, het is Théo Pourchaire. Met een probleem, maar kan weer door. Blauwe vlag wordt gezwaaid. We moeten dus zometeen aan de kant. Voor een Alfa Romeo van Valtteri Bottas volgens mij. Onder nummer 24 is het. Als we daar aan de kant moeten voor nog iemand die ons gaat inhalen. Dat is Ocon. Maar dan blokkeert hij hier. En moeten we daar een escape route nemen. En krijgen een waarschuwing vanwege het afsnijden van die bocht. Ik weet niet wat Ocon daar deed. Maar wij moeten hem nu wel voorbij zien te laten, zometeen. Als wij bericht krijgen van de wedstrijdleiding dat we aan de kant moeten. Hier nog niet. Dus gaan we hem ook nog niet voorbij laten. Nu krijgen we een bericht. Blauwe vlaggen en we moeten dus zometeen aan de kant. Gaan op het rechte stuk hier voorbij. Ocon passeert ons. Alonso heeft een klein beetje last. Dat is Alonso zeker, of niet? Weet ik niet. Dan zitten we in ronde nummer 28 als het daar geel is. En er valt een Mercedes stil. Dat is volgens mij Lewis Hamilton die daar gaat uitvallen in de wedstrijd. Lewis Hamilton uitgevallen. En de turbocharger heeft mankementen. Albon zit te kijken. Voor P18. Latifi heeft een mechanisch probleem. En dus wordt hij trager en trager. Maar dat gat is al ongeveer 26 seconden. Albon probeert aan te vallen, maar dat lukt niet. Gele vlag hier in sector 3. Vanwege Lewis Hamilton die daar stilstaat. Aan de rechterkant. Groene vlag wordt gezwaaid. We kunnen weer racen. Albon aan de buitenkant. Lukt niet. Wordt daar op de curbstone geduwd door ons. En Kevin Magnussen zit dit keer te kijken. Probeert het aan de buitenkant. Kan er niet voorbij. Terugkruisen misschien? Jazeker. Magnussen. Weer aan de buitenkant. Heeft niet de topsnelheid in zijn Ferrari motor. Wij rijden dus met Red Bull Powertrains. Oftewel de Honda motor. Magnussen probeert het daar. Bij de heuvel op. Nee, lukt niet. Wou het daar wel proberen. Maar dat mislukte. Nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. Hier dus een herhaling van wat er is gebeurd met Lewis Hamilton. Die hier dus uitviel in de wedstrijd. Ik denk gewoon een ploffende motor, of niet? Nee, ik denk dan is het denk ik een gearbox. Die de geest geeft. Hamilton dus 0 punten. En wij dus ook 0 punten. We zitten in ronde nummer 33 en we zijn al 2 keer gelapt. En dat betekent dat de wedstrijdleider nu bij de laatste bocht is en de wedstrijd gaat winnen hier in Hongarije. Is dat Charles Leclerc of Carlos Sainz? Het is Carlos Sainz, sorry. Excuseer. Carlos Sainz wint de wedstrijd. En wij finishen dus op een teleurstellende positie op naar de volgende race in België. Pick up rubber and bring it home. Ferrari have really pulled it out of the bag today. It's a great win. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their head when everyone around them was losing theirs, and that has allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy and stay out of trouble. at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Let's have a quick look. Nou, hier wordt dan dus de uiting van de wedstrijd. Carlos Sainz wint weer een grote prijs. Pakt ook snel de racepunt. Russell op het podium. Norris verrassend op het podium. Perez naar P4. Verstappen P5. Leclerc naar P6. Bottas 7. Alonso 8. Schumacher 9. En Guanyu Zhou naar de punten. P10. Wij dus naar P17. Pourchaire terugverwezen naar P21. En Hamilton dus als enigste uitgevallen in de wedstrijd. 58 punten viel naar Charles Leclerc. Carlos Sainz P2 dus. McLaren pakt Haas voor P6. Wij dus 13e in het coureursklassement. Dus ja, nog steeds teleurstellend. Het teamaclaim. Kijken wat we hebben binnengeharkt. En het cash, jazeker. $222.800 vanwege de sponsoren. Bij de coureurs, dus mijzelf en Theo, hebben wat schade gereden. In totaal $2,28 miljoen op de bank. Die kunnen we gaan investeren in het team. Dus ja, we zitten er lekker bij met het geld. Niet met de punten. 10 punten maar. Er hadden er veel meer kunnen zijn dit seizoen. Maar we moeten nog 6 races. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 video's zien op mijn kanaal? Gewoon abonneren voor meer. We gaan lekker, hebben al 123 abonnees te pakken. Dus tikken langzamerhand richting de 125 abonnees. En dan door naar de 130 abonnees. Dus wil je me daarbij helpen? Vooral doen door te abonneren. En volg me even op de sociale media. Het JiaNan Schraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was JiaNan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.